Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik er oftewel wart. En vandaag um, ga ik een video maken van hoe ik uh, een uh, video edit. Want uh, Rune uh, natuurlijk een heel goede vriend van mij, waar ik uh, heel veel mee speel, Immortal Eagle. Um, die uh, heeft dat al een paar keer gevraagd van hoe ik dat precies doe. Dus uh, in deze video ga ik dat uitleggen voor. Uh, hem en ook voor als er andere mensen zijn die um, hetzelfde, hetzelfde zich afvroegen. Uh, voor te beginnen ga je naar Share Factory. Dat staat normaal op je PlayStation. Um, als dat er niet direct staat, dan kun je dat normaal oftewel ergens downloaden. Oftewel staat daar ergens gewoon. Um, maar als je dat hebt gevonden, dan kom je, uh, ja, dan klikt je dat natuurlijk, dan opent je dat en dan kom je hier. Uh, hier heb je: New project, My project, My gallery en My last project. Um, zoals je ziet, uh, mijn last project. Um, dat is uh, deze. Waar dat we waren aan het vliegen, en waar dat ik. Uh, even een klein beetje verder oh, hier uh, waar dat ik heb gewonnen tegen Rune de Airplane Sniper Challenge um, dus uh, ja wacht ik ga beginnen um, uh, save video edit exit without saving zo even uh, hoe, dat, hoe edit je je gaat naar new project en dan uh, kies je een van deze maakt niet echt uit uh, welke um, als je misschien een game aan het spelen zit kan dat handig zijn van als je de last of aan het spelen, zit daarop te klikken, want dan moet je minder aanpassen. Zelfs. Maar ik pak meestal deze gewoon. Dus dan pak je die en dan uh, klik je deze vier weg, want uh, die heb je niet nodig. Um, dan pak je je intro, of als je geen intro hebt, um, uh, ga je gewoon bij je eerste clip en dan pak je je eerste clip uh, die hier staat. Uh, bij mij dan tweede, derde, vierde, vijfde. Uh, clip en dan de. Wacht, nee. Ja, dat is de totale video. Dan de outro. Uh... Oké, okay, zo. So. Uh, start project, doe je dan. Uh... En dan kan je rename project. Ga je dat hernoemen zoals je wilt. Uh... Ik ga nu even gewoon. Fit. Uh, continue, druk je dan. Uh, en dan zit je hier in de video. Uh, hier kan je dan ook weer van alles doen. Uh, zoals uh, als je op vierkantje drukt, uh, kan je split clip doen. Uh, daarmee split je uh, de clip in twee. Uh, dan kan je vervolgens hier bijvoorbeeld dit stukje eruit halen door uh, het weg te halen met uh, vierkantje. En dan kun je zo um, van alles daaraan doen. Uh, ik heb nu dus meerdere video's gemaakt. Uh, meerdere keren uh, de share knop en terug uh, die dingen opgeslagen. En dat meerdere keren achter elkaar. En dan heb ik dat gewoon eigenlijk achter elkaar geplakt daarjuist. En nu kan ik dat dan uh, heel hard aanpassen uh, uh, via dit hier. Je kan ook dingen plus doen. Een andere clip, een screenshot, een track. Uh, kan je allemaal doen. Maar dit doe ik meestal niet. Het enige wat ik eigenlijk doe is plus overlay. Dan kan je een tekst uh, toevoegen uh, of um, zo'n split clip. Dan kan je stukjes eruit halen heel makkelijk. Uh, en dan kan je zo uh, het inkorten. Dus uh, dit was een korte video. Uh, als er nog vragen zijn, uh, zeg die zeker in de comments. Um, dan kan ik eventueel een nieuwe video maken. Of dan kan ik je het uitleggen. Uh, maakt niet uit. Dat zien we nog wel. Uh, dus bedankt voor het kijken. Uh, um, hopelijk vonden jullie het leuk. Uh, ik wou het gewoon even uitleggen voor aanruinen. En uh, eigenlijk zo makkelijk is het. Veel mensen denken dat het heel moeilijk is om zo'n video te uh, editen. Maar uh, op Playstation is dat eigenlijk heel gemakkelijk. Uh, dus uh, bedankt voor het kijken. Oh verkeerde knop.